Oh, deze gast heeft alleen een houndoom. Oh, maar dan komt het helemaal goed. Toen werd het stil. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon, even denken hoor, Pokémon X Avatar Lock. Ik was even vergeten waar we ook weer zaten. Hoe is het met je, Sander? Ja, goed. Mooi. Ja. Het is al weer even geleden. En ik heb eventjes iets gedaan, offscreen. Ik heb een Tyrantrum. Wat een vlot. Ja. Dit is hem. Hij is als het goed is maar één level hoger dan de vorige keer. Of ik heb het verneukt. Maar dat denk ik niet. Zal wel niet. Ja, het zal wel goed zijn inderdaad. Ja, precies. Ik ook een bite. Die zet ik voorop. Oh, en dan ga ik lekker tegen deze magma grunt. Nee, het is geen magma, Sander. Flare grunt. Ik bedoel de flare. Natuurlijk. Ja. Want flare grunt zijn flare-achtig. Oké. Okay. Ferry Pog. Ja, vind je? Nee. Ik ben meer een... een Galactic kind of guy eigenlijk. Ja, ik ben meer een Magma of Aqua kind of guy. Dat snap ik op zich ook wel. Wat moet ik tegen een Krogan nou weer doen dan? Oh ja, Poison, dus Ground. Misschien... Zit... Oh, hij heeft geen... Oh ja, Sandtomb doet wel damage, toch? Ik probeer het. Of zorgt dat alleen... Nee, oké, dat doet wel damage. Nice. Dus. Ik ben in de 5e gym op het moment. Holy damn, doe eens even rustig. Ik weet niet hoe ver ik ben verwijderd van de 5e gym, maar... Nou, als je zo meteen klaar bent, want je bent in die powerplant nu, toch? Ik ben nu... Ik weet niet, je moet hier tegen heel veel Team Flagrants. Ja, dan ben jij in die powerplant. Als je straks die powerplant klaar hebt, zeg maar... Dan loop je naar buiten en dan... kan je meteen naar de 5e gym. Dus zo heel ver loop je niet achter. Ja, oké. Het kan trouwens goed zijn dat ik de experience share niet aan heb staan. Want dat deed ik expres zodat mijn Pokémon... niet level upde terwijl ik die ene level. Slim. Want ik denk, ja, dan mag ik ze niet gebruiken in de gym. En dat is nog poggers, zoals ze dat noemen in het Nederlands. Dus. Ja, dat was erg Nederlands. Ja, nou, precies. Kijk. En daarom ben ik blij om met Milan op te nemen. Die snapt mij gewoon. Ja. Die zou het niet ontkennen. Precies. Zo ben ik. Dat is lief. Oh, doet hij nu Brick Break? Oh, dat was ook niet heel slim. Maar heb je het overleefd? Verder. Ja. Op 32 HP. Ik ging met Houndoom in. Maar tegen Scraggy. Maar ik weet niet wat ik anders tegen... Ja, misschien Metamorph. Mijn Jotun. Dat is het enige wat ik nog kan verzinnen. Voor de rest, ja, ik wil ook niet te veel de Pokémon trainen die hoogst level zijn, want ik weet niet hoeveel we in de gym mogen eigenlijk. 42 geloof ik. 42, ja, dus dan is er maar één level speling met mijn hoogste. Dus... Ja, dat moet je wel uitkijken, ja. Ja, oh, ik heb de experience share wel weer aangezet en Squirtle is een level omhoog. Dus die is nu 42. Oké. Okay. En dat mag nog wel. Dus. Ja, dat mag nog wel. Nee, oké. Okay, ja, en dan... anders dan zou ik sowieso verliezen. Denk ik wel. Oké, kijk. Zo'n Leopard, die kan ik... met deze man wel doen. Met King Alert. Yo! King Alert! Ik ben de king. Ik ben alert. Oké. Ik vind het eigenlijk best zielig dat ik dit hele stukje ken. Oh, wat is dat echt een liedje? Ja. Oh, heftig. Dat is van mijn grote vriend Tim. Oh. Dat is niet mijn grote vriend. Nee, ik ben geen vrienden met oplichters. Niet? Eind. Ja, maar wij zijn toch vrienden?
Je zegt dat ik. Ja, ik dacht dat jij geen oplichter was. Oké, okay, nee. Nee, oké. Okay, maar dan bedank ik jullie voor het kijken van die een leuke video. Een blauwe duim voor mijn hoogste. Niet vertel je waarom. Dan zie ik jullie op mijn kanaal weer. Want ja, dat gaan we niet doen met oplichters. Oh. Nou, dan ben ik geen oplichter. Welkom terug. Nee. Oh, je moet hier naar boven lopen. Denk ik. Ik heb even niet voor me waar je nu zit. Dus. Oeh, ik kan zomaar. In een hele grote hal met allemaal Galactic Mansions. En dat is dan zo'n zeshoek. Of vijf. Of zeven. Of acht misschien zelfs ook. Nee, oké. Okay. Ik denk zes. Ik denk dat ik Golet kwijt ga raken. Oké, okay, dat is niet fijn. Die reactie duurde heel lang, omdat ik aan het denken was... Kut, wie is Golet ook weer? Wacht, mag jij die hebben überhaupt? Toen dacht ik, oh ja. Golet is die rock... Ghost, natuurlijk. Oh, hij heeft al twee hardpoints gehad. Ik denk dat ik het overleef. Door mijn... Bokkers. Rollout. Mijn vierde rollout die One Hit KO'd was, het goed is. Nice. Oké, niks aan de hand. En mij helemaal bang lopen te maken, hè. Ja, maar ik had hier wel fucking veel geluk, hoor. Eerlijk is eerlijk. Oh, ik zie nu dat Hyper Potions in deze game nog steeds 200 HP... deden. Ik dacht dat dat in Gen 6 eigenlijk gefixt was. Of nou ja, gefixt. Klinkt alsof het een probleem was, maar... Weet ik eigenlijk niet hoe dat zit. Dat dat 120 was, maar dat is dan in Sun and Moon gebeurd. Waarom kan mijn Azumarill nog steeds geen parry aanval? What the fuck is dit? Omdat hij een hekel aan je heeft waarschijnlijk. Wow, Sander. Dat kan trouwens helemaal niet, want als jij zo'n Azurill evolved, dan moet hij je wel leuk vinden. Ja, Sander. Oh, deze gast heeft alleen een Houndoom. Oh, maar dan komt het helemaal goed. Toen werd het stil. Was dit een... Is hij weer dood? Dat zou wel een super grappig clipje zijn. Mijn kibbel is dood. Maar ik vind het zielig voor je echt hoor. Maar ik vind het wel heel grappig hoe dit is gegaan. Het was een crit. Ik ben dood gegaan door een crit. Hoe moet ik dat nou... Maar hoe grappig is dat stukje? Oh, alleen een Houndoom. Oeps. Wil je echt drie afleveringen opnemen vandaag? Nee. Echt drie afleveringen, want Sander, ben ik ben nu alweer zat eigenlijk. Luister nou eens naar mij. Ik heb een Pokémon kwijtgeraakt. Hoewel ik dat hartstikke leuk voor je vind en zo, maar ik ben ook een Pokémon kwijtgeraakt. Ja, maar Sander... Dus, ja, ik voel me niet heel erg beter hierdoor. Ik had liever geen Pokémon kwijtgeraakt en jij ook niet, dan dat ik die Gibble ben kwijtgeraakt. Gebite. Oh, ik denk er nog een kwijtraak. Ja, ik ben twee Pokémon's kwijt. Alsnog. Dit maakt me niet blijer. Zeg maar, ik wil niet per se dat je Pokémon verliest. Ik wil gewoon dat ik geen Pokémon verlies. Nou, moet ik nu ook nog tegen die bitch? Nee. Dan stop ik. Oh god. Oh. Ik ben nog ook nog eens twee. Oh, je mag healen. Ik ben ook nog eens twee van mijn vetste Pokémon's kwijt. Ik ben echt boos. Ik weet hoe je je voelt, maar... Wil je ook weten welke? Want blijkbaar vind je het niet interessant. Ik ben nog aan het verwerken dat ik een Gebite ben verloren, maar vertel maar welke. Die evaluatie van Honedge, hoe heet die? Eggslash? Nee, die daartussen. Honedge? Nee, die daartussen. Oobleed? Ja, die. Die. En Hawlucha. Oké. Okay. Ja, dat is wel kut. Ik ga eerlijk met je zijn, dat is niet chill. Ik ben gebite gewoon verloren. Waarom moet dit nou weer? Ik lach omdat ik van binnen huil. Dit wordt de enige aflevering voor vandaag. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
Oh ja, als je jezelf... Godver... Hoezo doet het zo van de... Oh, scary face. Wat een aflevering. Bijna Houndoom ook nog verloren. Wat een aflevering. Ik word hier echt salty van. Sander salt in de chat. Nou, zeg dat wel. Binnenkort hè, kunnen we Sander salt in de chat doen. Hoop het. Gaat die roar? Nee, niet nu. Denk ik, oké, ik zet mijn fighting type wel tegen Mighty N in. Denkt die Mighty N, ah ja, laat ik roaren. Dat vindt ze allemaal vast grappig. Ah! Nee, rot op. Oké, sorry. Ik zal me inhouden. Ik moet family friendly blijven. Ja, nee, het lukt me niet. Nee. Zo, Alina. You bitch, you're gone. Zij, nou bitch, dat is niet aardig. Ik zei toch dat het niet lukte. Ik zei het wel gezegd. Nou, kom op jongens. Ja, oké, bladibla. Nee, niet nog meer mensjes. Nu moet ik vervangers voor mijn Pokémon zien te bedenken. Oh, ze healen. Oh, wat lief. Heal restores. Oh, die geef je nu. Ja, nee, fijn. Maar Sander, ik denk dat het bij jou ook kwam omdat je zei, oh, er kan me niks gebeuren. Ik denk dat het daar ook kwam. Ja, jij nodigde het spel uit, zeg maar. En bij mij kwam het door omdat je uitlachte. Ja, ja. Ik probeerde ze niet uit te nodigen eigenlijk. Eén ding weet ik zeker, deze game is niet uitgenodigd op mijn kinderfeestje. En hoeft ook zijn zwembroek en zijn goede humeur niet mee te nemen. Zo, boom. Oh, nou, als jij, dat game. Maar duidelijk is. Nou jij, game. Hè? 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 Oké, waar moet ik naartoe nu? Onderin... je bent nu weer in dat woestijntje, toch? Ja. Ja, onderin de route kan je eruit, zeg maar. Ik zit echt te denken welke Pokémon ik ga gebruiken. Oh, ik heb... hoe heet deze? Ah, heb ik tegengekomen. Ik weet niet wat Pokémon heeft met mensen een naam geven die één letter is. Nee, het zijn twee letters. Ik zei de vorige aflevering, zei ik, dit is de karakter met de beste naam van de game. En toen snapte jij het niet. A, toch? Nee, hij heet AZ. Oh. En voor mij is dat de beste naam van de game. Ik had XI leuk gevonden. Oh, wow, Lumia City. Wow, zijn we hier? What the fuck? Nee, serieus, best wel what the fuck was dat voor mij. Wat? What are you doing? Ja, ik wil naar die Prism Tower, maar je laat me niet. Oh, mijn goodbye leven. Mag ik die nu? Nog meer Sander Salt in de chat. Nou, dan heb je heel veel emote slots nodig, want... karakterslots nodig, want je kunt heel veel spammen met hoe zoutig ik nu ben. Sorry. Kijk al deze coole Pokémon die ik verloren ben dan. Ja, het leven zit niet mee. Ik wil niet meer. Laat goed komen, Sander. Geloof in je. Mijn dragon type is weg. Mijn ground type bedoel ik. Nou, dan doe ik wel Bardo van level 15 in mijn team. En welke Pokémon is dat? Snorlax. Ah, oh ja, dat. Ja. Ik denk dat ik wat van die revives nodig heb. Dat denk ik ook. Maar je mag ze alleen niet gebruiken. Ik wou net zeggen van, wacht, die mogen we toch niet gebruiken. Nee. Ik was eventjes verward dat je zei, dat denk ik ook. Echt. Nou, volgens mij moeten we hier naartoe.
Route 16, flots. Hoe is dat die kleur? Is Bonnie in deze game? Waarom zit die in deze game? Of... Ja. Omdat Bonnie in bed zit. Ja, oké, okay, bla bla bla. Oh, een challenger. Oh, wat jammer. Oh, leuk. Bedoel ik. Ah, bla bla bla. Ja. Laat me gewoon. Met rust. Oh. 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 Zieke cutscene. Oh. Wat is dit? Maar het is helemaal niet nacht. Waarom gaan de lichten aan als het niet nacht is? Fuck. Magie? Deze game niet wijs, want lichten aandoen overdag is echt milieu-onvriendelijk. Dat klopt. Je hebt helemaal gelijk, Sander Mignon. Dus, doe niet, Clement. Dat bepaalt Clement zelf wel. Nou, dat heb ik door, ja. Oh, is dit die Wie is deze Pokémon quiz? Ja. Soort van, ja. Deze niet heel lame. Ik vond het wel leuk. Ik weet even niet waar is ik met toch veel te makkelijk, of niet? Hij is aan de makkelijke kant. Oké, nou. Quiz time! Oh, dat is zo'n Didene. Ja, nummer 2, Didene. Zie, je bent heel goed in die... It's Pikachu. It's Pikachu! Pikachu! Oh, wacht, heb ik nu... Volgens mij ben ik nu alsnog naar de gras... Je moet sowieso vechten. Nee, echt, want... ik heb nu een... Ja, maar ik moet vechten tegen een... De Denne. Ja, dat maakt niet uit, hè. Dat maakt niet uit. Oh, ik denk de gras met Pikachu heeft een Pikachu. De gras met de Denne heeft een Denne. En de gras met een... Ik weet niet wat de eerste was. Plusel. Die heeft de Plusel. Ik weet niet of het Plusel. Nee, zo werkt het niet. Shit, ik weet niet waar ik naartoe moet. Dat is echt kut. Ik mis de kans. Van de game. Niet dat jij niet weet waar je naartoe moet. Dat is gewoon... Ja, ook een gemiste kans. Onhandig. Goldspitje kunt helemaal niet switchen. Die Denne is een loser. Boy, yo, wat een haat naar de Denne. Ik snap het wel. Is dat niet jouw favoriete Pokémon? Die Denne. Mijn favoriete Pokémon om te haten wel, ja. Dat dacht ik. Step into the elevator. Nee, dank je. Oh. Ik ben erg irritant dat ik geen eens keuze. Oh, ze doen ook veel te dramatisch met of ik de goede keuze heb gemaakt. Wat leuk. Sorry, ik ben gewoon salty en aan het haten. Ik heb het aan het haten. Ik kan de game niks aan doen. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Dit keer. Dat is ook een keer fijn voor de verandering. Toch? Ja. Zo moet ik het vaker doen. Waste time. Een Fletchlander. Ja. Oh. Fletchling is het dan. Het is geen Pidgey en ook geen Telo. En ook geen Spikeek. Daar moest ik aan denken omdat ik Pidgey... Ja, ik moest er ook aan denken namelijk. Ik vind het zo irritant dat ik geen idee heb waar ik naartoe moet. Weet je wat ik irritant vind? Ja, dat je weer een Pokémon kwijt bent, maar dan moet je gewoon beter spelen. Het is ook dat ik deze game nog nooit gespeeld heb, omdat ik hem toch ooit een keer uit wil spelen. Maar anders was ik nu niet boos weggelopen. Oh. Laat die deel wippen, doe nou eens even niet. Ik wil gewoon winnen, oké? Okay? Zullen we dat afspreken? Pikachu, Raichu bedoel ik. Die Pikachu, hè? Die probeert jou ook mee te naaien. Of... Lastig. Hoe doe je? Nou... hoe heet het? Jij had toch een Pikachu en die was toch doodgegaan en nu... Oh ja, 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 maar daar ben ik al lang overheen. Daar was ik al de aflevering 6 gewoon direct, was ik daar direct overheen gewoon. Mm-hmm. Zo weinig deed me dat, weet je wel, maar... Ja, die gebite, dat deed wel even pijn. Chip away.
Ik weet niet eens of dit een goede aanval. Oh. Heeft toch power? The fuck? Ik denk dat is een kut aanval. Nee, kut is een HM. Ah. Ik doe wel Lick weg. Want Lick is ghost. En dat is geen step voor mijn Bardo. En dan krijg ik IP met deze gast. Met Bardo. Wat is er bij Bardo? Wanneer krijg ik IP met hem? Never. Doe nou niet zo. Ik zal het opzoeken. Ik wou het ook net opzoeken. Oh ja, ik heb trouwens nog een vraag die ik je wilde stellen. Oh jee. Nee, dit is een positieve vibes vraag. Ja. Wat is een Switch game die ik niet heb dat jij zegt die moet je echt hebben? Ja, ik weet niet of je weet welke ik heb, maar... Jawel, ik weet wel wat je hebt. Oh! Deze weet ik niet. Wat? Maar ga door. Weet je het niet welke Pokémon het is? Nee. Het is Pansage, Panseer of Pampor. Maar ik haal die altijd door elkaar, dus... Het is Pampor. Ik zeg altijd gewoon de aapjes tegen ze. Hij leert geen Hyper Beam in deze game, Sander. Hij leert geen Hyper Beam in deze game. Wat kut dit. Het is Pampor, oké. Ja. En dat is de... Of had je niet gehoord dat ik dat tegen je zei drie keer? Nee, dat had ik gehoord. Oké. Ik zat gewoon te denken, is dat de water of is dat... Ja, dat is de water. Ja, oké. Ja, had ik dus wel de blauwe in... Ik had wel de blauwe in gedachten en dat was dus wel goed. Maar goed, ja, welke Switch game heb ik niet, zou ik echt moeten hebben. Ik ga gewoon mijn Switch games eventjes langs, ja? En dan ga jij op... Oh, ik weet het al. Heb je Mario Odyssey? Ja. Ah. Dan ga ik even kijken. Jij bent toch, loopt toch achter, dus dan kan ik even op Switch kijken. Ben je van plan een nieuwe Switch game te gaan halen? Mogelijk. Okay. Heb je Breath of the Wild of ben je een beetje een fan van Zelda? Ik heb nog nooit de Zelda game gespeeld. Oké. Okay. Oh, kut dit. Oké, hij leeft nog. Ja, er komt een nieuwe Zelda uit binnenkort. Er komt ook een nieuwe Ace Attorney uit. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Zeg me echt niks. Oh. Wat vind jij nog meer leuk? Ik zou niet Pokémon Snap kopen. Nee? Nee. Het is heel weinig playtime. Tenminste, het wordt heel snel saai. Maar je hebt dus Odyssey al en die... 3D. Mario... Oh, 3D ook? Ja, 3D heb ik. Odyssey en Shield. En heb je die... Ja, heb je ook Super Mario 3D World? Nee. Die is wel leuk. En Mrs. Layton dan? Of Mystery Layton, ik weet niet hoe ze heet, maar... Ja, die is leuk, maar je moet niet verwachten dat het hetzelfde is als Professor Layton. Zeg. Ik heb hem op de 3DS, niet op de Switch. Oh, oké. Okay. Hij is wel leuk hoor. Het is gewoon weer lekker puzzeltjes doen. Dus misschien is dat, ja, dat is op zich wel een goeie. Die zou ik zelf op zich ook nog wel willen halen. Ik zag die voorbij komen en ik zat inderdaad over 3D World te twijfelen. En eigenlijk Pokémon Snap, maar dat is dus... Zou ik niet doen. Ja, je moet zelf weten, hè. Ik bedoel, jij vindt... Nee, ja, dat snap ik, maar... Ik was gewoon benieuwd. Ik denk... Luigi's Mansion 3 is ook een leuke game. Ik heb dus nooit een Luigi's Mansion gespeeld, hè. Nee, maar dat is op zich niet echt nodig... Vinden? Nee, oké. Maar... Ja, nee, dat was ook niet per se de reden waarom ik het zei. Het was gewoon meer zo van, ja. The Legend of Zelda Link's Awakening is ook leuk als je voor het eerst Zelda gaat spelen. Ja, en de beste game die er eigenlijk is op de Switch is Breath of the Wild, zeg maar. Maar ja, dat is open world. Ja. En jij speelt trouwens zelf Witcher en Assassin's Creed. Dus ik denk dat jij Breath of the Wild ook heel vet vindt. Dat is voor mij echt de grootste aanrader. Oké.
na Breath of the Wild eventueel die Layton, die is op zich wel leuk. Oké. Okay. En ja, we hebben nog eentje. Ik wil gewoon naar... Ik wil gewoon hier de gast. Ja, naar beneden. Ik weet niet of ik dan de hele quiz weer opnieuw moet doen, maar dat neem ik nee, aan van niet. Nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Ik heb zelf nog op de planning staan om die nieuwe Zelda dan te gaan halen in juli. Hm. En natuurlijk de nieuwe Pokémon aan het eind van het... Ja, dat is ook alweer zo. Die wil ik natuurlijk ook sowieso kopen. Maar dat is pas aan het eind van het jaar natuurlijk. Dat is waar. Dat is waar. Dan heb ik wel weer... Wat? Waar kwam ik zo net dan vandaan? Ik snap echt niks meer van. Ik zat zo net echt super dicht bij een Pokémon Center en nu... Nu kom ik in hele andere straatjes en zo. Ja, Lumio is echt een dol, of wat? Ik vind het niet leuk. Oké, dit is gewoon een steegje. Daar wil je helemaal niet komen. Daar word je doodgevonden waarschijnlijk. Oh, nu ben ik echt in de kanaal. Is het hier? Nee, hier is het ook niet. Wat de f... Rustig blijven, Sander. Ik wil gewoon een Pokécent. Kom op, hoe moeilijk is het? Volgens mij heb ik letterlijk elke kant al gehad. Sad. Dit ziet er allemaal niet zo uit als... Nou. Hey, ik ga je nooit meer inhalen. Nou, ik heb deze aflevering heb ik alleen nog maar... hoe heet het? Nadat ik de gym heb verslagen, ben ik eerst 10 minuten gaan zoeken waar ik naartoe moest. En toen heb ik net 5 minuten besteed aan het kijken naar Switch Games voor jou. Dus heel veel ben ik niet opgeschoten deze aflevering. Nee, maar weet je hoeveel ik opgeschoten ben? Ik heb 3 Wie is deze Pokémon gedaan. En nu ben ik desperately op zoek naar zo'n Pokécenter. Terwijl er toch 3 waar of 4 zijn. Waar de fuck is die? Hij was hier zo net. Ga er dan eentje in de buitenste ring, dan kom je er vanzelf langs. Hè. Ja, dan weet ik dat niet meer hoe ik naar die... Ja, dat is gewoon naar het midden rijden. Ik heb hem. Oké. Okay. Ik heb een Pokécenter, jongens. Woe. Dat is een wonder. Deze game. Het is een top game als je geen avatar lock doet. Of als je gewoon niet debiel bent en geen Pokémon lock. Dat zou ook een optie zijn, ja. Nee, maar die Gabite was echt zonde, want die ging me juist zoveel helpen in deze gym. Gaat die camerahoeken weer bewegen? Irritant. Oké. Okay. Superpower? Dat is nog steeds geen fairy move. Wie leert geen fairy move? Azumarill. Wat? Kan ik niet meer zien. Jawel. Je kan, als je weer opnieuw op dat gele vakje gaat staan, dan kan je weer zien wat het is. Nee, dat doet hij niet. Nee, je moet eerst met Bonnie praten en dan kan je weer op het gele vakje gaan staan. Ik zie Bonnie ook niet meer. Oh, dan zit je in een, ruimte waar je al bent geweest. Dan moet je, waarschijnlijk kan je gewoon een van die liften... Oh, ik denk je gaat gewoon weer naar boven tot waar je gebleven bent, omdat je ook in één keer naar beneden komt, maar nee. Zo simpel was het niet. Was het maar zo simpel. Volgens mij, hè, als je al die liften zo zou rekenen, dat je altijd weer in het midden uitkomt. Ja, dan komt er niks van. Dan zou je nooit smaller nee. kunnen worden, maar oké. Okay. Oh, dit is Butterfree, denk ik. Pipililian? Mofim. Pipililian. Dat is 2. Dat is 2. You're not too sure? Ja, ik ben zeker wel sure. Oh, ik ben naar beneden. Of naar voren. Waardoor die dacht... Ja, ik
kan gewoon niet kiezen. Maar dat kan ik wel. Kan je wel, Sander, je kan het. Een puzzel, nee, ik ga dood. Ouch. Hoe lang zijn we al bezig? Deze aflevering. Dat we dan na deze battle de aflevering stoppen. Ja, zeker. Dan hebben we een mooi 1,5 uurtje. Dat is prachtig. En Plusle is dood. Als die Clement nou ook eventjes een Plusle heeft, maar die heeft zeker zo'n Luxray, want die heeft hij in de anime ook. Nee, hij heeft een Emolga, een Helioptile en wat was de laatste nou? Ampharos, geloof ik. Oh nee, geen Ampharos, die is goed. Heb ik in Pixelmon. Ampharos. Dat klopt, ja. Ah. Ja, dat wist ik vallen. We kunnen de aflevering gaan beëindigen, denk ik, of niet? Ja. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Want wij hebben heel veel geleden. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op Sander's YouTube kanaal te abonneren. De link staat in de beschrijving. En Twitch. Ik was nog heel niet zo ver. Ik ging daar naartoe. Oh. Heel jammer dit. Nee, nu is het... Nee, Twitch gaan we nu niet meer. Dan doe ik het op een andere manier. Oh, god. Vermoeiend. Geef die jongen een followtje op Twitch. Goed. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.